We hebben alweer een gastspreker voor jullie vandaag. Stefan Driessen is instructeur onderhoudstechnieken in Antwerpen. En Stefan gaat jullie alles vertellen over de virtuele omgeving. Eigenlijk een soort virtuele PC waar we in de VDAB-opleidingen steeds meer mee werken. Dus ja, de sessie van vandaag is echt wel gericht op CC, op opleidingen. Hè. Kan interessant zijn voor andere mensen ook, maar als je zegt van, dat is voor mij niet echt van toepassing, voel je vrij om de meeting te verlaten. Maar ik denk wel dat Stefan er een heel interessante sessie van gaat maken. Dus Stefan, bij deze, het woord is aan u. Oké, dankjewel. Goedemiddag. Zoals David al zei, ik werk in Antwerpen als instructeur onderhoudsmechanica en ben ook veel bezig voor het EWS-team. En probeer het digitale mee in mijn opleiding te verwerken. En zo hebben we een tijd geleden een proefproject gedaan rond een virtuele PC. En nu met corona gekomen is alles een beetje versneld en hebben ze het gelanceerd. En daar gaan we vandaag eens een keer kijken wat dat nu juist allemaal inhoudt. Om wat te begeleiden heb ik een kleine presentatie gemaakt. Die ik nu zal delen. Ik hoop dat er niet te veel vertraging op zit. Zo. Dat lijkt alvast te lukken, Stefan. Als er vragen zijn, kunnen die trouwens altijd in de chat gesteld worden. Ik zal Stefan dan desnoods onderbreken, maar dan moet jij je niet bezighouden met een chat, hè, Stefan. Dan kunnen we een presentatie geven. Ja. Oké. Dus vandaag de virtuele campus. Daar gaan we een beetje over lopen. Eerst even kaderen waarom de virtuele campus is ontstaan. Dan gaan we eens kijken hoe dat je met de virtuele campus kan werken als personeelslid, als cursist en als externe instructeur. Nog even wat tips en tricks laten zien. Dingen die mis kunnen lopen, even overlopen. En dan gaan we een demo doen. Ga ik eens laten zien hoe dat de omgeving eruit ziet. En dan kunnen we even stilstaan bij vragen. Goed. Waarom zijn we met de virtuele campus begonnen? Vroeger had iedereen zijn eigen PC. En dan werd de software daarop geïnstalleerd. Maar de dag van vandaag is niet... Zet je niet meer gebonden aan een vast toestel. Je gaat werken via smartphone, tablet, laptop, eventueel verschillende laptops. Dat maakt dat het moeilijker wordt om altijd aan je software te kunnen. En dus een systeem ontwikkeld zodanig dat er op één vaste PC, een virtuele PC, op een netwerk, de software wordt geïnstalleerd en daar kunt u dan online op inloggen. Zodanig dat je van al uw toestellen van overal, als je internet hebt, kunt inloggen en altijd aan je software kunt. Dat is niet alleen voor het personeel, dat netwerk, dat is ook voor cursisten. Zeker nu met thuis les te geven. Cursisten hebben soms een computer, maar ze hebben daar niet allemaal de nodige software op staan. En via het internet kunnen ze dan toch inloggen en aan de nodige software. Als je als personeel wilt inloggen op de virtuele PC, dan is er wel één voorwaarde. Je moet altijd beschikken over een VDAB campusadres. Dus de mensen, instructeurs of de mensen die in opleiding zitten, die zijn bekend met het VDAB campus account. Andere mensen die alleen maar een vdab.be account hebben, die kunnen daar niet mee werken. Als je dat toch zou willen, dan zou je dat eventueel kunnen aanvragen via een helpdesk call. En dan wordt dat doorgestuurd naar de mensen van het Google Second Line. Als personeelslid, als instructeur, dus ben je werkzaam binnen een bepaalde sectie. En als je op het overzicht klikt, dan krijg je een lijst te zien van alle opleidingen die er bestaan met hun codes. En dan kan je zien wie dat er verantwoordelijk is
voor de virtuele omgeving voor jouw afdeling. En dan kan je ook eventueel gaan zien welke software dat eraan verbonden is. Dat is altijd handig. Dus die sheet is beschikbaar als je hier op overzicht klikt. Personeelsleden die nog nieuw zijn of niet lid zijn van de juiste secties, die kunnen altijd een aanvraag doen. Dus de moment dat je gaat inloggen, we gaan het straks zien op de virtuele PC, dat is, dan weet die PC wie dat je bent en dan gaat de juiste software voor jou klaargezet worden. Natuurlijk, je moet eerst wel gelinkt worden en als dat nog niet gebeurd is, dan doe je dat via dit aanvraagformulier. Dat is eigenlijk de administratiepagina van de vdabcampus.be omgeving. En daar kan je dus een aanvraag doen voor een bepaalde sectie. Dus je ziet onder mijn naam nu staan er twee secties beschikbaar. Als je een sectie wilt toevoegen, en dan kan je gaan kiezen. Maar je gaat daar niet automatisch toegang toe krijgen. Dat gaat pas gebeuren als de verantwoordelijke van die opleidingssectie een akkoord geeft. Aan die secties zijn er dus verschillende softwarepakketten beschikbaar. Als je nu merkt dat er nog geen gekoppeld zijn of je zou er graag een bij hebben, dan wordt dat besproken met de vakexpert. En dan kan er samen met IT gekeken worden of dat op de virtuele PC kan gezet worden. Het aanmelden gebeurt via deze link, portaal.vdabcampus.be. Daar gaan we straks eens een keer naar kijken. Voor de cursisten, die kunnen via diezelfde link ook aan die virtuele PC. Zij krijgen allemaal bij de start van hun opleiding automatisch een VDAB Campus account toegewezen. Als dat niet gelukt zou zijn, dan kan je dat nog manueel gaan aanmaken, zo'n adres. Maar vroeger was dat wel eens een probleem, maar de dag van vandaag, op het moment dat ze in AMI een opleidingscontract krijgen, dan krijgen ze automatisch die VDAB Campus account. Die account is ook automatisch gekoppeld aan de opleidingscode, zodat de virtuele PC dan ook weet van oké, die zit in die opleiding en heeft die volgende pakketten van software nodig. Nu, die cursist kan altijd naar het portaal gaan van de VDAB Campus PC, maar hij zal er niet veel te zien krijgen. Je moet als instructeur altijd de toegang activeren. Die toegang activeren, dat is ook weer al via die administratiepagina van de campus. En dan kan je op zoek gaan naar die cursist via zijn IKL of via naam. Dus kan je gaan zoeken. En dan krijg je die persoon te zien. En dan kan je ook zien of dat die al geactiveerd is voor de virtuele omgeving. In dit geval is een cursist van mij, die is geactiveerd. En de vervaldatum is na het einde van de opleiding. Dus dat komt automatisch te vervallen. Via die blauwe knop hier kan je het terug deactiveren. Als het nog niet actief zou staan, klik je daarop voor te activeren. Niet vergeten, ik was dat de eerste keer ook vergeten, ik zocht die naam van die cursist op en ik dacht van, die komt tevoorschijn. Maar als je niet op de knop activeren drukt, dan gebeurt er niks. Soms kan het zijn dat er externe lesgevers willen gebruikmaken van de omgeving. Zij hebben niet automatisch een VDAB Campus account. Dit kan wel aangemaakt worden door een instructeur, een personeelslid. Maar binnen VDAB Campus accounts heb je verschillende profielen. Een profiel als lesgever en een profiel als cursist. Dus eens dat manueel aangemaakte account voor die externe lesgever is aangemaakt, moet die nog omgezet worden naar een account als lesgever. Dit kan gebeuren via een call en dan wordt bij ODL die omgezet naar docent. Opslaan
Omdat je, er is, als je in het begin ermee werkt, het werkt zo vlot dat je denkt dat je op je eigen pc bezig bent, maar eigenlijk ben je gewoon via je scherm bezig op een andere pc. Dus als je dan met software iets gemaakt hebt en je wilt dat opslaan, dan heb je de neiging van gewoon te zeggen opslaan, maar die virtuele pc die heeft zijn schijf, maar dan ga je dat op de schijf van die pc zetten. En op het moment dat je uitlogt, dan is dat weg. Dus we moeten ons werk gaan opslaan op een netwerkschijf. Iedereen binnen VDAB heeft zijn eigen netwerkschijf. Ook de cursisten hebben een eigen netwerkschijf. Als je gaat kijken op de pc, dan is je persoonlijke netwerkschijf de schijf met letter H. Als instructeur kunnen wij ook gaan kijken wat dat er wordt opgeslagen op die persoonlijke schijf. Dus als je op de J-schijf gaat kijken, dan kan je op voornaam gaan zoeken naar je cursist. En dan kan je zo gaan zien welk werk dat hij gemaakt heeft. Als je een opdracht geeft om iets te maken in een bepaald programma, en, hij slaagt het op en jij kan dan gaan kijken of dat werk goed is. Een tip, als je er nog nooit mee gewerkt hebt, begin dan klein. Spreek met een cursist af, zet u naast elkaar of online als het niet anders kan. En probeer een paar dingen uit. Niet in één keer met heel de klas, want dan gaat er zijn bepaalde dingen die soms eens mislopen. En als je alleen met één cursist of twee cursisten, dan kan je dat beter opvangen. Het campus account gebeuren, wat we meestal meemaken is, het account wordt aangemaakt automatisch en dan krijgen die cursisten allemaal op hun privéadres een mail, maar dikwijls gebeurt dat al voor als ze in opleiding zijn. En dan gooien ze die weg of ze vinden die niet meer terug. Dus de eerste keer dat er gevraagd wordt voor in te loggen op uw VDAB campus account, dan is meestal de helft zijn wachtwoord kwijt als het niet meer is. Een gemakkelijke manier om dit op te lossen is via de loginpagina voor een password reset gaan. Als je erop klikt, dan kan je het e-mailadres invullen. En het e-mailadres is altijd voornaam.achternaam@vhbcampus.be. En dan kan je kiezen of dat er een e-mail wordt gezonden of een sms. Het e-mailadres is het e-mailadres dat in het dossier staat van de klant. De sms wordt gestuurd naar de smartphone van de klant. Als die niet juist staat, ja, dan krijgen ze natuurlijk ook geen mail. Als het echt misloopt, dan moet je even gaan kijken in mijn loopbaan, voor te kijken of het die gegevens juist staan. Vroeger, helemaal in het begin, kon je ook kiezen om het naar een ander nummer te sturen, zoals bijvoorbeeld je eigen adres, maar dat mag nu niet meer. Via deze weg krijgen ze dan een mail of een sms met uitleg hoe dat ze hun paswoord kunnen resetten. Wat kan er nog mislopen in de virtuele omgeving? Inloggen kunnen ze meestal wel als ze hun wachtwoord kennen van hun campus. Maar soms krijgen ze maar twee programma's te zien. Meestal is het probleem dat je ze nog niet geactiveerd hebt, of het nog maar net gebeurd is. Ze geven normaal een termijn op van 1 uur. Meestal is het sneller gedaan, maar doe het zeker niet last minute, want dan ga je moeten wachten. Als er problemen zijn met de virtuele omgeving, als personeelslid is de eerste stap die je moet ondernemen een helpdesk call maken. Ze hebben hier ook een schabloon voor aangemaakt. Met deze code kan je rechtstreeks naar het schabloon gaan en er worden een aantal gegevens gevraagd en een beetje meer uitleg over wat het probleem is. Cursisten kunnen ook problemen melden, maar dat is dan via een apart formulier van de helpdesk. Het ziet er als volgt uit. Zij worden naar een link op de site gestuurd. Zij kunnen gegevens invullen en melden waar het probleem is. Nu, meestal zal die cursist eerst bij zijn instructeur gaan horen waar het probleem is.
Maar als ze echt bijvoorbeeld 's avonds bezig zijn, of de instructeur is niet bereikbaar, kunnen ze zelf een melding doen. Goed. Dat is een kort overzicht. De PowerPoint zal ook gedeeld worden. Het is vooral die links die handig zijn van als je er eens mee wilt gaan werken, dat je niet alles moet gaan zoeken, dat je gemakkelijk via de links naar de juiste pagina's kunt gaan. Dus we gaan eens een keer kijken hoe dat die virtuele omgeving er nu uitziet. Dus via de link komen we op deze pagina terecht. En wordt een beetje uitgelegd wat de virtuele campus is. En dan kan je op de blauwe knop drukken om verder te gaan. Ik zal straks eens uitloggen, want ik zie dat ik nu direct erop geraak. Dat komt omdat ik al ingelogd was. Waarom is het best dat we de inlogprocedure ook eens laten zien? Eerst even uitloggen. Als je naar de eerste keer op die pagina komt, dan krijg je een pop-up te zien. Ah, gaat automatisch. Een pop-up te zien van Windows. Dus die virtuele PC is geplaatst met software van Microsoft. Dus hier moeten we altijd kiezen voor uw campus-account. Als je het invult, bij mij is dat nu al ingevuld, maar niet met je VDAB-account, maar met de campus-account. Inloggen, wachtwoord ingeven en gaat hem vragen of dat je ingelogd wilt blijven, ja of nee. En zo ziet de virtuele omgeving eruit. Bij mij staan er nu een aantal pakketten, softwarepakketten op die specifiek zijn voor mijn opleiding. Als jullie dat zelf gaan doen, dan gaan er andere pakketten staan. Het kan zijn dat jullie opleiding nog geen gebruik maakt van de virtuele PC, dan zal er niet veel te zien zijn buiten de Vandalen-app en de netwerkschijf. Nu, de softwarepakketten op zich die zijn hetzelfde alsof dat die op je PC staan. Dus het is niet, ik kan er wel eens een open doen, maar dat is echt specifiek voor de opleiding. Wat krijg je? Je krijgt natuurlijk een paar pop-ups met de vraag of dat je microfoon mag gebruiken, printer en zo. Dan mag je het gewoon toestaan en dan gaat hij het programma openen. Heb je voor dat bepaald programma een login nodig, dan zou je die ook moeten gebruiken. Je ziet, dat wordt nu opgestart. Dat is een werkblad, zoals op een gewone PC. Het kan wel even duren, nu zeker denk ik met de meet-sessie met zoveel volk. Dus maar eens dat je opgestart zit, zit er normaal geen vertraging in op de software. Je ziet van boven het tabblad openstaan, je kan hier teruggaan, je kan zelfs andere programma's openen. Dus over de omgeving op zich, er valt niet veel te zien. Het is gewoon de manier hoe dat je er moet op geraken. En dat ook voor je cursisten eens een keer laten demonstreren, dat ze weten hoe dat ze aan bepaalde softwarepakketten gaan. Het was heel kort, maar ik denk, we zijn met veel volk, nu, dat het nu tijd is voor eens wat vragen te beantwoorden, bedenkingen. David, ik weet niet hoe dat doet met zo'n grote groep. Wie een vraag heeft, mag gewoon het woord nemen, denk ik. Ah ja, dat is goed. Okay. En als er heel veel volk is, steken we ons handjes op, dat we weten wie nog een vraag wil stellen, denk ik. Als de presentatie is volledig voorbij dan, Stefan, hè? Ja. Ik begrijp? Ja. Oh, wel ja, inderdaad. Dus dan even de presentatie uitschakelen. Als er dan handjes omhoog gaan, dan zien we ze ook gemakkelijker. Voilà. Dus als jullie nog vragen hebben voor Stefan, het is de moment. Dat was volgens mij heel duidelijk, Stefan. Yes.
Ofwel zijn de mensen een beetje verlegen om in grote groepen het woord te nemen. Ik weet het niet. Wij horen u niet meer, Stefan. Nog altijd niet. Wij horen u niet. Zo is het al beter. Ja. Zo is beter, ja. Ja, we waren aan de laatste pagina van vragen. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, Mieke zegt van we zullen dat eerst moeten proberen, denk ik, voordat er vragen het is, komen. Eens dat je erop geraakt, is geen probleem. Het is de weg er naartoe, de eerste keer. Mag ik iets veranderen? Maar als ze de software op hun eigen laptop hebben, dan is die virtuele omgeving toch niet nodig? Ik ben office instructeur, dus eigenlijk als ze de laptop van VDAB hebben of een eigen laptop, dan staat daar Office meestal op. Dus dan is het toch niet verplicht om de virtuele omgeving te gebruiken? Nee, zeker niet verplicht, maar omgekeerd is ook veel, zeker voor onze software, is heel specifiek. Dus een office pakket, ik vind dat ook, ja, natuurlijk als je die opleiding volgt, zou je misschien een gratis office pakket kunnen aanschaffen. Maar meestal gaat dat over dure software, die niet bij iedereen op de PC staat. En nog een voordeel, wij werken heel veel met Chromebooks. Die ze mee naar huis kunnen nemen. En op Chromebooks kan je geen software installeren. Maar dan kan je die toch laten draaien via die virtuele omgeving. Ja, misschien jezelfde software proberen te draaien op een PC, dan heb je ook een veel, veel duurdere PC nodig. Hè. Dat is een van de redenen om met die virtuele omgeving te werken. Ja. Karen heeft nog een vraag. Het is de laatste versie van Office en in het Nederlands. Niet alle cursisten hebben dit op hun PC thuis. Ja, soms verschillende versies die ze dan hebben. En via de virtueel PC is dat normaal de laatste versie. Weet jij buiten uw eigen secties waar er nog veel gebruik gemaakt wordt van virtuele klas? Veel gebruik. Het is allemaal nog heel nieuw. Hè. Dus normaal gezien zouden we nog in het proefproject zitten met een aantal instructeurs om te proberen. Maar met de eerste golf hebben ze beslist van we gaan er gewoon lanceren en we zullen wel zien hoe dat het loopt. Ik denk dat de CAD-opleidingen er ook wel de tekenopleiding ook veel gebruik van maken, omdat die van thuis moeten werken en niet iedereen heeft een PC die sterk genoeg is. Annemie zegt, in mijn online workshops komen cursisten grotendeels nog binnen via het eigen adres. Ja, dat is het VDAB campus gebeuren. Je moet daar eigenlijk, nieuwe cursisten, dat is een halve dag tijd dat je er moet aan spenderen. Dat ze die omgeving goed kennen. Ook als je begint te werken met Google Classroom en zo, is het essentieel dat ze met een campusaccount werken. Anders krijg je altijd problemen. Dus eigenlijk al gewoon van in het begin afblokken. Het zijn Vlaamse burgers, hè? Ja. En vorige week heeft mij nog iemand gezegd van Annemie, ik ben meer dan een half uur bezig geweest met te proberen uit te vlooien wat ik dan moest doen. Maar nu stel ik mij vooral de vraag, waarom moet ik het doen? Voor mij, wat is nu voor mij het nut? Dus ja, ik vind dat een relevante vraag. Binnen CC's begrijp ik dat volledig hoor. Ja, het virtuele campus is opgesteld om in een opleiding te kunnen werken. Dus op het moment dat ze in een opleiding van VDAB zitten, hebben ze sowieso hun campusadres. Mm-hmm. Ik denk dat ze het bij ICT ook gebruiken, als ik me niet vergis. Ja. Maar dat is uit mijn vorige job. Dat moet ik checken. Ik vind het alleszins een interessante evolutie. Hè. Ik denk dat je het ook qua efficiëntie, besparing, dat voor de VDAB veel kan betekenen. En ook gemak van werken. Hè? Dat je niet elke keer met installaties en zo zit op PC's. Waarom was ik ook vragende partij? We hebben bijvoorbeeld een softwarepakket om schema's te tekenen.
Daar hebben we binnen VDAB een aantal licenties op, die ook in Brussel worden beheerd. Dus vroeger moest je op een VDAB-PC zitten om aan die licenties te geraken. Dus je kon zelfs die software thuis installeren op je PC, maar dan had je nog geen licentie. Nu met de virtuele omgeving kan je inloggen en gebruik maken van die licenties. Dus voor ons is dat een groot voordeel. Alright. Is er nog een vraag? Als er nog vragen zijn, mogen die gesteld worden. We hebben een beetje een kortere sessie vandaag. Maar ja, is het was meer een demo. Ik wist dat het niet zo heel lang ging duren, maar het mag ook wat ruimer. Ik was er heel veel vragen rond die VDAB Campus account en zo. Stefan, heb je een idee met hoeveel dat je tegelijkertijd in die virtuele omgeving kan werken? Daar heb ik geen idee van, maar ik denk dat dat is echt gemaakt voor op het niveau van Vlaanderen te werken. Dus natuurlijk, als je begint zoals bij ons met licenties, en je hebt 10 licenties voor heel Vlaanderen, ja, dan houdt het op als 10 mensen die licentie gebruiken. Maar ik denk dat het wel gemaakt is voor met veel volk op te kunnen zitten. Oké. Er mogen uiteraard nog vragen gesteld worden. Ik ga misschien even een vraag beantwoorden in de chat, voor de mensen die het gemist hebben. Dus er werd gevraagd door Annemie, denk ik, van of dat de presentatie van Stefan ter beschikking zou gesteld worden. Dat wordt eigenlijk bij alle documenten en alle opnames van alle ASNACs, gaat het terugvinden via ons cursusoverzicht op intranet. Dat is een datastudio, met dank aan Solange, die mooi vormgegeven is. En waar jullie kunnen filteren. Als je filtert op subgroep ASNAC, dan ga je eigenlijk alle documenten en alle opnames vinden. Eigenlijk onafhankelijk van waar ze staan. De opnames staan soms op een drive, soms op YouTube. Maar daar staat gewoon de link in ons cursusoverzicht. Dus op die manier is het eigenlijk allemaal gebundeld. Net als al ons ander cursusmateriaal eigenlijk. Voilà. Vragen kunnen nog gesteld worden. Als er geen meer komen, dan zijn we wel vroeger klaar. Het is 1 uur of minder. Dus geen nut om jullie langer bezig te houden dan nodig. Ja. Zijn er misschien mensen aanwezig die al gebruik maken in de opleiding hiervan? Ik gebruik het gewoon bij mensen die Office willen volgen, maar die thuis een Mac hebben. Interessant. Hè? En dus, maar dat is al... niet zo courant. En ik heb het al gezien bij onze opleiding CNC, bij de anderstaligen. In de verspanning. In de verspanning, ja. Ja, dat zijn ook specifieke programma's die je niet zomaar op je PC kunt zetten. Hè. Ja. Dus, interessant. Ja, Michel geeft nog even aan. Niveaubepaling Excel verloopt via virtuele omgeving. Online leren. Om er nog zo nieuw te zijn, verschiet ik toch al van dat het toch al redelijk veel gebruikt wordt. Hè. Ja, right. Ja, en als ik het goed begrijp, is het nog maar net nieuw, dus ja, de verwachting is dat het altijd maar beter wordt, gaan we vanuit. En dus meer zal gebruikt worden. Hè? Ja, want ik heb ook voor deze presentatie, ik ben maar een instructeur, ik heb dat niet mee op poten gezet, maar ik heb wel contacten met de mensen in Brussel en een ODL-team. En die staan er wel echt achter. Als je wat tips of extra software wilt erop krijgen en zo, dat is allemaal bespreekbaar. Maar het beste is dat je dat via je vakexpert regelt. Ja. Oké. Nog vragen?